Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik weer samen met Bertus de Rauwe Challenge doen. Het is niet helemaal een challenge, want we hebben een kleine aanpassing. We doen het namelijk samen en niet allebei apart. Dit komt onder andere omdat we geen cameraman of vrouw hebben. En omdat het eventjes niet zo heel makkelijk gaat om apart te gaan. Dus vandaar dat we hebben besloten om het samen te doen. Ondanks dat het niet helemaal een challenge is, dan hoop ik dat jullie deze video wel heel erg leuk vinden. Doe ook alvast even een blauw duimpje omhoog natuurlijk. En dan gaan we nu maar naar buiten. En dan gaan we buiten. Dus tot buiten. Tot buiten. Ik ga nu naar het eerste huis. We doen even een paar huizen op de buurt. Dus let's go, het eerste huis. Wel beter knap, hè? Ik blijf wel hier staan. Misschien kun je later komen. Oké. Okay. Ja? Fijne avond. Fijne avond. Die eerste was dus niet zo'n heel goed. Zo zit dat in je ogen. Volgende. Oh, ja, ik was afgeleid. Je moet precies denken wat ik ga zeggen eigenlijk. Ik maak een filmpje voor een YouTube kanaal. En dan is het de bedoeling dat ik kleine dingetjes ga ruilen voor een grotere waarde, zeg maar. Geen idee. Nee? Oké. Okay. Fijne avond. Nou. Kijk, dat mijn bek gaat. Nummer 2, ging ook niet lekker. Nou, hier ook iemand? Oh, ofwel? Nee. Begin het leuk moeten we zeggen, hè? Goh. Nou, sorry, hè. Ik vind het wel zo dat ze niet op beeld komen. Oké, hier hoef je niet. Ik heb al gezien wat hier heeft. Ja, anders zetten we even pauze en dan zien we. Oh ja, kijken. Ja, nee, die man is in gesprek, zie ik. Walking in the streets, walking in the streets. Kijk, hier zijn geen huizen, naar de overkant dan gewoon. Geen huis, ik zie juist dat. Ja, nee, hier niet. Ja, aan de zijkant. Ja, zullen we hier? Ja. De camera was wel goed. Oké, succes verder. Leuk idee, ja? Dankjewel, doei. Oké, welk huis doen we? Wat wil je hier zou zeggen? Zou ik deze gaan doen en dan jij proberen? Dat is goed. Ik maak een filmpje voor een YouTube-kanaal. En daarmee is het de bedoeling dat we kleine dingen zoals dit gaan ruilen tegen. Wat ga je nu doen? Bij YouTube ga je iets?
Ja, ik maak nu een filmpje voor YouTube, zeg maar. Ja? En dan is het de bedoeling om dit pak, want waarom ik in dit geval, ja? Te ruilen voor iets van een grote bewaring. En wat is het? En, oh, met de prijs. Ik ga even kijken. Ja, dat is goed. Ja, is goed. Ja. Dat is waarschijnlijk nummer 1. Zo, die doet het ook dicht. Ja, niet zo klein dan volgens mij. Ik zie de zoutjes. Ja. Goed. Ja, dat is goed. Hè? Dankjewel. Doei. Wat doen? Ja mensen, het eerste ding is geruild. We hebben zoutjes. Het trio. Lekker. Ook nog. Trio zout. Het begint eigenlijk een beetje te regenen, maar... het gaat steeds harder. Nou, we zijn bikkels toch? Of niet? Ik hè? Ja, als het echt keihard gaat regenen, dan gaan we gewoon echt naar binnen, goed? Is goed. Oké. Wil jij het nu proberen? Ik ga het gewoon proberen. Zoutjes. Oh, zonde. Nou, hallo! Ja, dat bedoel ik. Kalmbaan. Nou mensen, Petschat, die zijn volgens mij niet thuis, hoor, te zien. Ik ben expert in omkopen. Pets gaat het nu proberen, kijken of het hem beter lukt dan mij in het begin. Oh, ik tril weer, joh. Je weet wat je moet zeggen, hè? Ja. Goedenavond. Hallo. Ik vind dit voor Nutro. Elf challenge. Ja, het is de bedoeling dat we bezig gaan Dankjewel. Wat is het? Ananas of zo. Ananassalade. Oh. Dan zijn we het zoutjes wel kwijt, maar we hebben een grotere waarde. Ah, je hoort niet wel? Nee. Gaan we aan de overkant? Ja, of deze nog proberen dan, denk ik. Nou, hij krijgt het weer in één keer voor elkaar hoor. Nou ja, hier gaan we niet als er iemand op de band slapen. Oh. Nou, zal ik hem even op pauze, ja? Tot ziens. Petters, Ik mijn neus snuit, dat we de zoetjes zijn verloren. Nou mensen, dan ben ik weer even op het eind van deze video. Ik ga jullie even uitleggen wat jullie nu precies gezien hebben en wat de bedoeling is van de ruil challenge. Of in ieder geval, zover het te ruilen is. In ieder geval, jullie hebben tot nu toe gezien wat we hebben geruild. Jullie zagen dat we met een plakbandje begonnen zijn. Het plakbandje hebben geruild voor zoutjes. Later die zoutjes weer hebben geruild voor ananas. En die ananas uiteindelijk weer voor tissues. En ik denk jullie vast en zeker, nou ja, dat stelt toch nog niks voor. Dat is het toch niet. Dat klopt, want we gaan er een serie van maken. En waarom? Nou ja, omdat deze challenge gewoon echt heel veel tijd vraagt.
En het gewoon veel te lastig is om het allemaal in één keer op te nemen. Dus vandaar dat het ons een heel leuk idee is om er van te maken. Zo weten jullie ongeveer wat de bedoeling is, daarom ben ik hier nog. Ik ga nu bij deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Doe natuurlijk ook even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je niks van deze challenge of van andere video's wil missen. En laat even in de reacties hieronder weten wat je ervan vond. En zie ik jullie hopelijk bij de volgende video weer. Doei doei!